Dus we konden de deur niet uit. Ja, konden we niet naar de verjaardag van onze oudste kleinzoon. Dus die hebben we nog uitgelegd. Ja, sorry, wij kunnen de deur niet uit vanwege de Tour de France. Hij heeft er nog heel lang zorgen gemaakt over dat wij gevangen werden gehouden door de gemeente Utrecht. En ja, in zekere zin werden wij, zij tijdelijk gevangen gehouden door de gemeente Utrecht. Ook waarom startte de Tour de France hier? Om de gemeente op de kaart te zetten. Nogmaals, die gemeentes hoeven helemaal niet op de kaart gezet te worden. Dat kost altijd een hoop geld wat verspild is. En het enige nut wat er van komt is dat de hoogwaardigheidsbekleders van die gemeente vooraan mogen staan en iets met een bloemetje mogen doen en nou ja, een belangrijke toespraak mogen houden. Het is weerzinwekkende flauwekul. Het Verlossum, kunt u mij horen? Er waren ook nog wel wat reacties gekomen van mensen die zeiden van... je hebt dus wel een rijbewijs nodig, hè, voor op een tractor. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. Wel een rijbewijs? Ja, dat begreep ik wel. Ik zal even het bericht erbij pakken. Is dat een trekkerbewijs? Is het een apart soort van rijbewijs? Iemand stuurde daar een reactie over. En dat schijnt ook zo te zijn dat er geen kentekenplaten op zitten. Maar wat hebben ze dan afgeplakt? Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Ja. Is dat zo'n brommerplaatje of zo wat erop zit? Ja. Nee, ze hebben geen normale autokentekens, dat weet ik ook wel. Ja. Maar ze zullen toch een soort van kenteken hebben. Ik zal eens even kijken waar... Oh ja, hier hebben we hem. Er zitten onjuisten in de podcast over de boeren. Er is tot januari 2025 nog geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen. De meeste boeren hebben dus geen kenteken op hun trekker. Een rijbewijs is wel noodzakelijk. Vroeger zat het trekkerrijbewijs bij de auto en tegenwoordig is een apart rijbewijs verplicht. Krijgen wij hier te horen van Ties, zegt dat. Nou, dat valt me dan alweer mee in ieder geval. Al zou ik ook weer als tegenvraag bij Ties willen stellen, een vraag die je tegenwoordig altijd moet stellen, is er ook sprake van handhaving? Dat wil zeggen, worden die mensen gecontroleerd op rijbewijs? Op het bezit van een rijbewijs? Of is het helemaal niet gecontroleerd? Ja. Je ziet vaak als kinderen naar een soort kinderoptrekkers rijden, waar je denkt, hoe zit dat dan eigenlijk? Dat zou je dan wel eens willen weten. Ja. Zijn ook wel wat mensen die sowieso nog... is het natuurlijk een probleem in een land als Nederland dat er overal zijn regels en wetten en voorschriften voor. Maar als ze niet gehandhaafd worden, heb je er verder geen groot aan. Nee. Neem dat 100 rijden. Iedereen weet dat er flauwekul is. Dus als je 100 rijdt op de grote weg, dan ben je een sukkel. Ja. Ik ben een sukkel. Er zijn nog wat discussiepunten die mensen je graag voorleggen. Er is door de boeren 3 jaar mee onderhandeld en er is helemaal niks over overgenomen in Den Haag. Den Haag dendert maar door zonder de boeren een stem te geven. Ook is nog niet bekend wat de milieuwinst gaat zijn na de reductie en het weghalen van die boerenbedrijven. Dat wordt ook gezegd door Levin. Ja, daar zou ik zeggen, nogmaals, die meetsystemen die zijn heel betrouwbaar gebleken. De kritiek op de meetsystemen heeft nooit een alternatief systeem aangeboden wat van een enigszins betrouwbaar karakter is. Sterker nog, bij mijn weten is helemaal geen alternatief bruikbaar meetsysteem aangeboden. Dat die uitstoot van die stikstof verminderd moet worden is een zaak die al jaren duidelijk is. Alleen is er jarenlang een soort flauwekul oplossing geweest dat je een boompje kon planten. Ze gaat in dat monster wegrijden. Jongen, jongen. Ik hoop dat ze eruit komt. Dat hoop ik ook, ja. Dus nu eventjes, de mevrouw die gaat nu in de auto die voor ons geparkeerd staat, gaat ze wegrijden. Dat is niet zomaar een auto, maar dat is een auto die in zijn pieren eentje waarschijnlijk duizenden trekkers tegen zou kunnen houden. Ja, zo groot is die. Het is elektrisch toch helemaal, dit ding? Volgens mij wel. Ja, zo ziet het ook. Dit is een van de nieuwste... Ja, je hoort het meteen als ze optrekt, hè, dat het inderdaad elektrisch is. Ik ben benieuwd of ze eruit komt. Ze heeft denk ik wel piepjes in haar auto. Zou er piepjes? Ja, dat denk ik wel. Kijk, want ze kan niet heel ver meer naar achter. Ze moet niet te ver naar achter gaan, want dan verplettert ze jou. Ja, nee, maar het gaat goed. Kijk, dus iedere keer als je hier zit, denk je natuurlijk van het scheelt niet veel. Ja, het ziet er wel dreigend uit. Hè? Ja. Even, deze mevrouw zegt trouwens ook wel dat ze één groot nadeel die Mark van der Oever van de Farmers Defence Force vindt. Die vindt ze inderdaad veel te fel. Dus dat wordt inderdaad door de meeste mensen wordt dat niet gewaardeerd. Even kijken of er nog meer boeren... Er is helemaal geen twijfel aan de noodzaak van die stikstofreductie. Daar is helemaal geen twijfel aan. Ja. Dat een probleem is, dat wisten we al in de jaren 70. Ja. Alleen hebben we er niets aan gedaan. We hebben die veeteelt maar door laten denderen. Ja. Daar is ook de overheid over schuldig aan.
Het is niet zo dat dat alleen maar de schuld van de boeren is. Maar de boeren wisten wel wat er aan zou komen. Ja. Het is niet zo dat ze, zoals nu wordt gedaan, ze zijn totaal verrast door de gebeurtenissen. Nee. En zij zullen ook tenslotte een redelijke wijze toe moeten geven dat deze zaak afgeremd moet worden. Ja. Pak je eigenlijk wel zelf je koffer in voor zo'n reis? Ja, dat doe ik wel, ja. Ik pak wel zelf mijn koffer dat in. Dat heb je niet aan dat team uitbesteed? Ik heb een heel klein koffertje, dus dat is te doen. Dat kan het handbagage mee? Dat moet ik nog doen. Oké. Ik moet dan, en er altijd blijkt dat ik een essentieel onderdeel vergeten ben. Het varieert van een kam tot dat dingetje waarmee je laadsnoer voor je laptop moet aanpassen aan de Canadese. Of ik hoop maar trouwens dat de Canadese stekkertjes dezelfde zijn als de stekkertjes in de Verenigde Staten. Ja, en je oplader voor je telefoon, dat is ook zo'n ding. Nou, die telefoon kan je opladen via een snoertje tussen je laptop en je telefoon. Maar je gaat 3 weken weg, heb je een heel klein koffertje toch? Ja, ik heb een klein koffertje. En daar past alles in? Ja, ik ben altijd raar. Ik vind het raadselachtig dat mensen gigantische hoeveelheden bagage meenemen, ook voor relatief beperkte reizen. Want je moet niet vergeten, hotels wassen. Hotels zijn, begrijp je, ook als je dat lollig vindt, poetsen je schoenen. En dan kun je je was kun je in een zakje doen en dat leg je voor de deur. En de volgende dag is het gewassen en gestreken. En bovendien, dat is nog een stijf woord dat je denkt, nou ja, wat verschrikkelijk. Ik heb nog 17 extra overhemden nodig. In Amerika zijn ook overhemden te koop. Sterker nog, textiel is in Amerika helemaal niet duur. Nee, dus jij neemt 2 zwarte overhemden mee. Ja, en dan, dat klopt. En dan laat je die daar gewoon, als je de ene aan hebt, laat je de ander wassen. Zo gaat dat maar net, ja. Oh, dat is wel heel, ja. Dat is toch heel praktisch, of niet? Ja, maar dat klopt. Maar ja, dat is fijn omdat jij steeds hetzelfde draagt. Als je dus iedere dag iets anders aan wilt trekken dan... Ja, je natuurlijk 17 verschillende jurken mee moet nemen. Om elke, maar ja, mijn ervaring is, ik wil daar verder niet over roddelen, is dat mensen in het algemeen veel te veel meenemen en een groot deel van wat ze meenemen nooit gebruiken. Precies. Op vakantie. Ja, dat is nu ook met de vakantie weer. Daar wordt een heleboel meegenomen, ja. Ja. Heb je nog wat meegekregen over Oekraïne? Nou ja, wat we in Oekraïne hebben meegekregen is natuurlijk dat het langzaam het Russische leger vorderingen maakt in de oostelijke Oekraïne, in de Donbass. Dat was wel zo'n beetje verwacht, dacht ik. Het gaat daar natuurlijk ook weer, zijn de verhoudingen zijn in principe zeer ongelijk. Het is niet helemaal duidelijk wat de doelstellingen zijn van de Russen daar. Hoe ver willen ze gaan? Hoeveel offers willen ze brengen? Als ik die internationale beoordelingsinstanties mag geloven, dan leiden de Russen enorme verliezen. En geldt ook voor de Russen dat er ergens een grens is aan de mogelijkheden. Dat wil zeggen, zolang Poetin niet bereid is om een nationale mobilisatie af te kondigen. Want hij heeft natuurlijk gezegd, ja, het is een beperkte militaire actie. Dat betekent dat ook zijn mogelijkheden in principe beperkt zijn. Maar dat hij natuurlijk daar, vooral omdat ik begreep, zijn artillerie veel en veel omvangrijker is dan die van de Oekraïners, boeken ze daar, zij het, trage winst. Als je naar dat kaartje kijkt, dan kun je toch niet zeggen, dit is een indrukwekkend, niet waar offensief wat enorme vorderingen maakt. Het is elk dorp, elke kleine stad is weer even moeizaam, is mijn indruk. Ik zie ook dat Oostenrijk en Duitsland door de oorlog grenscontroles weer aan invoeren vanwege wapensmokkel. Oh, wapensmokkel naar de Oekraïne toe. En ja, dat denk ik wel, want daar kunnen ze het goed gebruiken. Ja, het conflict gaat gewoon door. Het probleem is natuurlijk dat Rusland op dit punt, en als het maar vrij beperkt en traag verloopt, een lange adem kan hebben. En de vraag is hoe lang de adem van de Oekraïne is. En ja, nogmaals, wij dienen alles in het werk te stellen om de Oekraïne te steunen. Over de hele linie kun je, als je het hele beeld beziet, moet je toch constateren dat Poetin tot op heden de grote verliezer van dit conflict is. Het militair optreden van het Russische leger was ronduit teleurstellend. En nogal beperkt en klunzig wat je ervan kon zien. Ook al hebben ze een wat langere adem en meer materiaal en meer artillerie enzovoort. Maar bovendien zijn natuurlijk Zweden en Finland worden lid van de NATO. Ja. Dat verandert de hele strategische situatie natuurlijk in de Oostzee. Turkije is ook akkoord nu, hè? Ja, al begreep ik dat Erdogan toch weer zat te kloten. Maar ja, met Erdogan weet je altijd. Ik bedoel,
Die zal, als er ooit wordt een prijs wordt uitgereikt voor aandachtstrekker eerste klas Europa, dan is Erdogan zeker de winnaar van deze prijs. Ook een man die een ramp is voor zijn eigen land in allerlei opzichten. Kom daar maar weer eens van af. Hè? Nou zijn dat, dacht ik, volgend jaar verkiezingen in Turkije. Ja, moet je Eusma's vragen. Ja, en dat is volgens de deskundigen staat hij er niet zo verschrikkelijk goed voor. Economisch gaat het natuurlijk niet goed in dat land. Hè? Ja. Nee. Nou ja, dus dat moeten we even. En hij kwam aan de macht toen het economisch wel goed ging. Dus daar heeft hij toen van geprofiteerd. Zeker, zeker. En ook in de eerste tijd was hij eigenlijk de redelijkheid zelf. Maar zoals zo vaak blijft hij veel te lang zitten. Ja. En meestal gaat dan de kwaliteit van het beleid niet vooruit, maar achteruit over het algemeen. En ik ben een groot gelover in de theorie, we hebben het al vaker over gehad. 8 jaar is voldoende voor een politicus. 10 jaar is al aan de lange kant. Merkel was een wonder, maar ook Merkel vertoonde slijtage, zoals we allemaal weten. 8 jaar is prima. Als je het in acht jaar niet kunt, dan kun je het helemaal niet. Dus dat is het goede. Daar is Rutte toch ook een schoolvoorbeeld van. Ja, dat is het goede dus in Amerika. Rutte gaat nu in dit najaar gaat hij over de 12 jaar, als ik het wel heb. Dus dan passeert die Lubbers. Mag ik hem nog eens oproepen, beste Mark. Ik vind een hele sympathieke minister-president, maar 12 jaar is echt genoeg. Wat zeg ik, het is te veel. Treed nou gewoon beleefd af na het ontvangen van de taart die je krijgt, omdat je er net een dag langer hebt gezeten dan Ruud Lubbers. Vergeet niet dat Lubbers in de laatste 2 jaar van zijn minister-presidentschap in allerlei opzichten werd beschouwd als licht ontspoord. Eigenaardig gedrag vertonend. Dus wees gewaarschuwd. Wat deed hij dan? Was het billenknijpen nou, was toen nog niet begonnen? Ik begreep dat hij steeds vroeger op zijn kantoor kwam en dat hij de neiging had om alle Europese leiders op te bellen dat ze het helemaal verkeerd deden. En dat hij ze nog wel, dat hij ook daar graag wel een beetje mee wou denken, weet je wel. Mag ik een beetje meedenken? Wie belde die dan? Belde hij dan met Duitsland? Of zo, weet ik veel wie die belde. Maar in ieder geval. Kun je wel voorstellen, Kool was toch al niet zo bijster enthousiast over Lubbers. Hè? Omdat Lubbers natuurlijk ook de kapitale fout had gemaakt. Dat hij ook had gezegd dat er misschien een hereniging van Duitsland, dat nog maar eens even moest wachten. Niet meteen, niet overhaasten. Ja, dat kan allemaal niet. Nou ja, kortom, hij zag niet wat Kool natuurlijk wel zag van nu of nooit. Hè? Ja, ik moet je zeggen, ik ben nooit een bewonderaar van Kool geweest, maar op de essentiële momenten heeft Kool gedaan wat hij moest doen. Daar twijfel ik absoluut niet aan. Dus nee, 8 jaar is veel. Hoe kwamen we ook op deze thematiek? Eigenlijk waarschuwde je Rutte van pas op, Lubbers ging ontsporen. Dat zou met jou misschien ook wel kunnen gebeuren. Ja, in zekere zin is hij misschien al wel ontspoord. Dat hij ook niet ziet wat hij, dat gevoel heb ik altijd, dat hij niet precies ziet wat hij fout heeft gedaan. Ik denk kijk, dat hij diep in zijn hartje denkt van nou, ja, dat ook bij hemzelf wel een rol speelt dat hij er geen actief geheugen aan heeft. Nee. Denk je niet dat machtverslavend dat perfect past bij Rutte? Oh, dat is moeilijk te zeggen. Macht, die macht is natuurlijk in Nederland vrij beperkt. Maar hij geniet van die functie. Je bent niet een soort alleenheerser, je kunt geen gekke dingen doen. Je bent niet voortdurend zoals elders omringd door vlaggen en alle andere flauwekul en kletskoek. Dus, maar hij zit overal vooraan, in Europa. Ja, dat wel. Je bent natuurlijk haantje de voorste, zeker in Europa. Er stond weer zo'n foto van hem waarbij Biden staat rechts en Erdogan staat links. En ik weet niet, stond nog wat lui op. En daar staat ook, Rutte. En ik kon niet laten en ik dacht meteen, het is een cliché dat ik dit denk. Wethouder Hekking. Hij staat er weer bij. Hè? Die moet je even uitleggen. Nou, wethouder Hekking ken je toch wel? Nee. Nee? Nee, dat is waarschijnlijk iets uit een heel oud verleden. Nee joh, dat is van Cote en de Bie. Ja, oké, dat is maar al voor mijn tijd. Burgemeester en wethouder Hekking, dat is van Cote. Ik ken wel het vieze mannetje. En dan wordt dus, de burgemeester wordt zogenaamd geïnterviewd, maar Hekking die staat er zo steeds naast van. He? Ja, burgemeester. Nou, heel, moet je even opzoeken, dat wemelt het van. Dus ik denk bij dit soort van gelegenheden, denk ik altijd, sorry, ja, je moet dat natuurlijk niet denken, het is wethouder Hekking. Ja. Rutte staat er ook weer bij. Het was ook bij Merkel was het ook altijd hetzelfde liedje. En dan zag je, rond Merkel was altijd zo'n kringetje van, kijk, die kring vormt zich altijd daar waar de macht is. Degene die de macht hebben,
Daar vormt zich de kring. Dat weten politici feilloos. Trouwens ook de meeste journalisten zijn als je... Ik heb wel eens in zo'n een tijdje zitten wachten. In Hilversum, in zo'n zaaltje. En daar kwamen steeds politici binnen. En steeds gingen er... En er zaten ook allerlei journalisten en vertegenwoordigers van de media. Van de Hilversumse media. En als er dan een nieuwe politicus binnenkwam. En als ze dan onrustig begonnen te bewegen en gingen lopen. Dat betekende altijd dat degene die binnenkwam meer macht had dan degene die er al zaten. Tot natuurlijk het absolute hoogtepunt van de gebeurtenissen, namelijk Wim kwam binnen. Wim Kok, je begrijpt het. Ja. Want dat je dan dus niet meneer Kok zegt, maar dag Wim. Dag Wim, hoe gaat het? Wim, hoe gaat het? Hè, dit werk. Om te laten zien dat je op Wim-basis bent met Wim. En ik vond het wel leerzaam. Ik dacht, wat ook in Nederland, niet waar, bestaat dit wonderlijke verschijnsel. Dat was Wim. En vormt zich de macht ook wel eens rondom Rutte in Brussel? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat hij vaak gekend wordt, omdat hij waarschijnlijk toch een zekere reputatie heeft opgebouwd. Die reputatie hebben ze natuurlijk de laatste jaren nou niet, we hebben het al over die beschadigingsmogelijkheden gehad. Maar ja, god, hij zit er nou lang wel verdomd lang langzamerhand. Mm-hmm. Nogmaals, dit najaar 12 jaar. Ja. Dat is wat mij betreft 4 jaar te lang. Kun je die foto's ook nog herinneren van Trump in Brussel? Dat was natuurlijk een atypisch figuur in die politieke wereld. Ja, dat was die G20 foto volgens mij. Ja. Waar hij dan boos zit te kijken. En dan die hele schare van die politici. Die staat rond hem heen en die wijst naar hem. Merkel kijkt ook heel boos, geloof ik. Ja. Maar ik geloof dat de foto toch een misleidend beeld gaf van wat er op dat moment werkelijk aan de hand was. Hey, Poetin wil ook een referendum, hè? Want daar zo kwamen we erop. Je zei eigenlijk, Poetin is de grote verliezer tot nu toe. Ja, machtspolitiek. Kijk, je weet, de NATO heeft vergaderd in Madrid. Die hebben natuurlijk een verklaring doen uitgaan over nieuwe principes. Nou, dat was allemaal natuurlijk rijkelijk vaag. Ik had daar ook eerlijk gezegd de kans dat ze een uitgewerkt, prachtig gedetailleerd concept zouden hebben over hoe we nu de oostgrens in Europa gaan verdedigen. Dat leek mij nou niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk, maar ze hebben in ieder geval hun intenties, die hebben ze duidelijk gemaakt. En ja, ook de NATO is een club. Natuurlijk met wat is het, 27 of 28 soevereine leden. Dus die moeten allemaal tot een soort samenwerking worden gebracht. Maar uiteindelijk moeten er dan eens 300.000 man aan die oostgrens komen te staan. Hoe ze dat precies gaan uitvoeren, ja, dat was natuurlijk nog niet duidelijk. Nee. Hij wil nu een referendum, hè, daar. Hij roept in ieder geval... Het gaat hier natuurlijk in allerlei opzichten natuurlijk over, toch uiteindelijk over symboolpolitiek. Ja. Ook bij zo'n referendum? Nou, Poetin houdt een referendum. Ja, Poetin wil een referendum aan de zuidkust van Oekraïne. En Oekraïne heeft gezegd tegen de Oekraïnse burgers, wegwezen daar. Nou ja, je weet dat natuurlijk onder een Russische bezetting valt geen serieus referendum te houden. Daar hoeven we verder niet zo moeilijk over te doen. Niet waar dit boevenpak, hè, dit ongelukkige regime van dieven en moordenaars, dat zal geen eerlijk referendum kunnen houden. Daar ben ik vast van overtuigd. Ja, maar dat, je weet natuurlijk hoe... Zeker niet nu. Je mag aannemen dat natuurlijk de nationale gevoelens in de Oekraïne zijn sterk gestimuleerd door die idiote inval van Poetin. Ja. Waar hij zich natuurlijk volledig op verkeken heeft. Ja, maar je weet wat er gebeurt als een referendum wordt gehouden. Nou, dan wordt op een gegeven moment ook het internet aangesloten op de Russische. En dan de Russische... Ja, dat zal zeker gefalsificeerd. Hoe moet je dat? Dat zal zeker een niet waarheidsgetrouw beeld geven. Dus ik zie dat verder. Ik denk dat iedereen dat als een onzinnige onderneming ziet. Ja. Hij was trouwens, heeft nog gereageerd, Poetin, ook op dat Zweden en Finland lid worden van de NAVO. En zei ze mogen hun gang gaan, hè? Geen probleem. Ja, later zei hij dat hij dan ook wel een narigheid ging veroorzaken, geloof ik. Maar ja, het is natuurlijk toch, ja, kijk even naar de strategische verhoudingen in Europa. Dan is natuurlijk toch dat Zweden en Finland lid van de NATO willen worden. Dat is toch een hele opmerkelijke ontwikkeling. Omdat natuurlijk, als je kijkt naar de Oostzee, dan je had natuurlijk al de Baltische Republieken. En Polen en zo, dus dan de Oostzee is toch in allerlei opzichten in de strategische greep van de NATO. Ja. Kun jij je nog herinneren toen de Tour de France in Utrecht was? Ja, nu was het in Kopenhagen, zag ik tot mijn verrassing. Ja. Ik had geen idee wat het was. Toen zag ik ineens die, hoe heet ze ook weer, dat meisje op die steen.
Niet Dionne de Graaf bedoel je, van de NOS? Nee joh, dat beeldje. De zeemermin, de kleine Ik bedoel, dat is dat kenmerkende standbeeldje in de haven. Tot dat moment had ik niet gezien dat Kopenhagen was. Jij wel? Ik heb de beelden helemaal niet gezien. Oh, je hebt de beelden niet gezien. Ja, ik zat te wachten op het nieuws. Maar dan kwam geen nieuws, dat was Tour de France. Ja. Omdat ik me al ergerde dat ik het nieuws niet te zien kreeg om 6:00. Maar weet je nog hoe dat toen was, toen dat hier in Utrecht was? Ja, dat weet ik zeker. Dat is een schandelijke vertoning. Wij konden hier 2 dagen de deur niet uit. Maar je moest je vergunning vragen. Als je de deur uitging, moest je vergunning vragen. Om naar buiten te mogen? Ja, dat hadden we vergeten. Dus we konden de deur niet uit. Konden we niet naar de verjaardag van onze oudste kleinzoon. Dus die hebben we nog uitgelegd. Ja, sorry, wij kunnen de deur niet uit vanwege de Tour de France. Hij heeft er nog heel lang zorgen gemaakt over dat wij gevangen werden gehouden door de gemeente Utrecht. En ja, in zekere zin werden wij, zij tijdelijk gevangen gehouden door de gemeente Utrecht. Ook waarom startte de Tour de France hier? Om de gemeente op de kaart te zetten. Nogmaals, die gemeentes hoeven helemaal niet op de kaart gezet te worden. Dat kost altijd een hoop geld wat verspild is. En het enige nut wat er van komt is dat de hoogwaardigheidsbekleders van die gemeente vooraan mogen staan en iets met een bloemetje mogen doen en nou ja, een belangrijke toespraak mogen houden. Het is weerzinwekkende flauwekul. Dat sowieso de Tour de France in Kopenhagen begint of in Utrecht of weet ik het waar in Brindisi is onzin. Ik heb al voorgesteld om de Ronde van Nederland te laten beginnen in Brindisi. Waarom is dat dan niet zo? Of in Palermo, ook een leuk ideetje. Dan kunnen we de maffia ook vragen om een begeleide zaak te begeleiden. Maar het is zo dat het veel economische waarde wel meeneemt, hè, voor een stad? Je weet dat dit gewoon verpacht wordt. Als je betaalt, dan krijg je de Tour de France op bezoek. Dan zijn hier ook miljoenen gedokt. Maar het levert ook veel op? Nee, dat zei ze ook. Maar dat bleek na berekeningen achteraf bleek dat we er gezellig op hadden ingeleverd. Zoals de Floriade, de Tour de France, allemaal flauwekul. Daar is de gemeente niet voor. De gemeente is ervoor dat de straatvuil opgeruimd wordt en dat gemeentelijke diensten op de juiste wijze worden verricht. En niet om allerlei poppenkast in huis te halen voor een hoop geld waar niemand iets aan heeft. Ja. Dus jij bent dus de hele dag binnen blijven zitten, maar je kon dus ook niet te voet naar buiten. Dat ging ook niet. Nee, want je kon met je auto de deur niet aan. Je werd tegengehouden door verkeersregelaars. Ja. Dat kwam dat die begintijdrit, die ging naar de Uithof en dan ging die weer terug. Maar die kwam dus hier vlak achterlangs. Ja. Ik denk door de Prins Hendriklaan, ik weet niet precies. Maar zoiets was het, waardoor wij dus de Maar we hebben dat meerdere malen gehad. Je hebt ook de instaploop, de singelloop, ik ben hier ook eens aan het eind van de straat. Nee meneer, u kunt uw straat niet uit. Ja, ik ben omgekeerd aan de andere kant de straat uitgereden, dus daar stond geen meneer. Dus ik dacht, dat mag dan kennelijk wel. Maar dat is toch te gek voor woorden. De singelloop, donder op met de singelloop. Hou die singelloop in op een industrieterrein. Wat maakt het voor het lopen uit? Niks toch? Helemaal niks. En dan zetten ze dat hele stuk van het park zetten ze vol met witte tenten. Zodat het gras nog wekenlang eruit ziet alsof het elk moment volledig kan sterven. Weerzinwekkende flauwekul. Wie was een Jood? Iedereen was een Jood die 3 Joodse grootouders had. Geniet ook op vakantie van de warme stem van Maarten van Rossum. Maar had je maar 2 Joodse grootouders, dan was het weer afhankelijk van andere factoren. Bijvoorbeeld of je inderdaad daadwerkelijk de Joodse godsdienst beleed, of dat je getrouwd was met een Joodse echtgenote. Dus dan waren er voorwaarden aan verbonden. Download het luisterboek over Hitler via de link in de beschrijving.